Wacht op de BB met R, de bruine bonen met rijst. Zie je ze? Zeg maar dag daar. Dag daar. Ze wachten op ons. Wat vind je van mijn lipstick? Vind je het een mooie kleur? Nee. Vind je een mooie kleur op mijn lippen? Ja. Vind je het mooi? Dag. Sorry. Dag. Dag daar. Dag daar. Gaan we zwaaien. Ja, ga jij spelen? Ga mama ook bakken en koken en doen. Kom maar, ga maar. Goed zo, flinke Janet. Ze wachten nog op ons, kijk. Dag, dag. Zo dan. Dag. Ja, ik ga koken, graag. Nou, meestal wil vast beginnen. Wat we vandaag gaan doen is bruine bonen koken. Bruine bonen met rijst. Het is heel slecht weer. Het waait, het is koud, het is guur. Met dit weer is een goede Surinaamse bruine bonus. Ja, dag. Is heerlijk. En ja, ik ga twee potten koken. Twee potten. Oh, weet je wat? Is relax, hé. Doe eens relax. Ja, ga er maar vanaf dan. Ja. Okidokie. Take two. Bruine bonen. Wat hebben we daarvoor nodig? Zout? Maggi? Maar dan van de... Wat is het? Dit is volgens mij van de Lidl. Gewoon strooiaromat is dit eigenlijk. Ik doe de knakworstjes in. We gaan dus twee potten bruine bonen koken. Hebben we nog wat kruiden. Kan je het zien? Meestal opdrijven. Pimentkorrel. Wat kan je niet zien natuurlijk nog. Pimentkorrel. Kruidnagel. Zwarte peper. Een lekker shallotje. En wat knoflook. Tomatenpuree. Oké, en wat blokjes? Wat mag hier blokjes? En wat doe ik in die bruine bonen? Oh ja, shh. En wat doe ik in die bruine bonen? Ik doe dat met kip. Gerookte kip. Kom. Wat is er? Wat wil je hebben? Wil je pap? Mama, mag je jouw fles pap maken? Nee. Laat je me dan met rust? Nee. Ga je dan een dusje doen? Nee. Oké, afgesproken. Tot straks. Wat zwaai je dan? Goed zo. Ja. Dag. Goed zo, knullet. Jij bent vriendelijk. Jij bent goed opgevoed. Ik ben weer terug. Als kip gaan we gerookte kip gebruiken. Dat geeft zo'n lekkere smaak aan de bruine bonen. Geeft gewoon een lekkere twist. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat je er wat van maakt. Hè? Van je gerecht. We eten dat met rijst. Ja. Oké. Nou, uien en knoflook samen. Fruiten. Van mijn bakken. Zodra ik boven die pan ga hangen, dan beginnen mijn ogen weer te tranen. Het is ook niks, hè. Zo. Doe ik de kip erbij. Thank you.
bijvoorbeeld door dit punt heb ik alleen nog maar de uien, shallotte ui, de knoflook met wat tomatenpuree en kip gebakken, opgebakken. Nogmaals, ik gebruik gerookte kip, dus het heeft al smaak. Dus ik probeer gewoon altijd gewoon genoeg te proeven tussendoor, voordat ik er iets van zout of aromat bij doe. Ik heb natuurlijk wel laten zien dat ik het ga gebruiken. Maar als ik zo meteen denk van nou, het heeft voldoende zout, dan gebruik ik het niet. Dus zo moet je het inderdaad ook zien in dit geval. Dus lekker aan het bakken, lekker aan het knetteren. Kijk. Kijk. Nom, nom. Ik weet niet waar dat geluid vandaan kwam. Zo. Oké, nou heb ik gisteren ook gerookte kip gekookt. En dan apart met persiebonen. Dus rijst, persiebonen en gerookte kip. En ik heb nog wat over. Dus ik doe dat gewoon daarbij. Oké, nu ga ik de bruine bonen toevoegen. 2 potten bruine bonen. En als ik de bruine bonen doorheen heb gedaan, dan zet ik het vuur sowieso even wat zachter. De plaat zet ik wat zachter. En dan kan het even rustig koken. En ik heb ook water gekookt. Dus dat giet ik er dan ook bij, zodat het wat meer soep wordt. En de bruine bonen wat meer kans hebben om rustig te koken. Bij de bruine bonen doe ik zo meteen de zwarte peper. Kruidnagel. Kruidnagel. En de piment. Geeft echt super lekkere smaak. Heerlijk. Nou, hier zie je dus inderdaad de bruine bonen met de kip. Gebakken, de bruine bonen erbij gedaan. De kruiden die we eerder besproken hebben, heb ik erbij gedaan. Ik heb er wat suiker in gedaan, zodat het niet te zout is. Ik hou er wel van als de bruine bonen licht een zoetje heeft.
Dus het gaat goed. Kijk, selderij moet er nog bij. Wat ik ook doe als ik de bruine bonen roer, is de bruine bonen zijn wat zachter geworden nu omdat ze al een tijdje aan het koken zijn. Ik probeer dan met mijn leefbol de bruine bonen plat te maken. Niet alle bruine bonen, maar gewoon een groter gedeelte. En dan wordt de soep ook wat dikker. Dat vind ik lekker. En wat ik ook doe als ik roer, ik heb natuurlijk nu net die madame-Jeannette erbij gedaan, die peper. Dus ik roer heel voorzichtig, want ik wil het niet kapot maken. Kinderen gaan hier ook van eten, Sophia en Maceo. En ze hebben geen peper nodig. Ik haal de peper zo meteen ook eruit. En dan leg ik het apart in een schaaltje. Doe ik er wat soep bij, dan maak ik het kapot. Dan kan het lekker, extra peperig wordt de soep dan. Maar alleen de soep voor Wesley en van mij dan, zeg maar. Dus dan hebben de kinderen eigenlijk geen last van. Oké, verder eten we de bruine bonen soep eten we met rijst. De rijst heb ik gisteren gekookt, dus ik heb nog genoeg, dus dat krijg je niet te zien. Maar als je kijkt naar het filmpje over de cassavesoep, daar heb ik wel gewoon even heel kort verteld hoe wij hier thuis rijst koken of hoe je rijst moet koken. Zodat het niet te taai wordt, te korrelig wordt, maar ook niet te papperig wordt als je een rijstpap hebt. Dus kijk even naar het filmpje. Surinaamse cassavesoep heet het filmpje. Ik heb ook knakworst gedaan in de soep. Ik doe ook wel eens rookworst, maar net wat ik heb. Je kan echt van alles doen in deze soep. Je kan ook zoutvlees in de soep doen. De zoutvlees die heb ik verwerkt in een ander filmpje. Het pompfilmpje, daar zit ook zoutvlees in. Pekelvlees. Dus dat kan ook in de bruine bonensoep. Je kan varkenstaart in een bruine bonensoep doen. Kun je gewoon bij het slager krijgen, varkenstaart. Ook vegetarische natuurlijk. Je kan ook vegetarische bruine bonensoep koken. En dan, voor de vegetarissen die kijken, weten dan precies wat ze erin willen. Ook haar kruiden, wat ze er wel of niet in willen. Maar, sommige vlees. Volgens mij is Meesjo wakker. Het heeft dus een klein uurtje geduurd. Ik ga Meesjo even halen. Soep is klaar. Kijk hoe lekker. Vind je niet? Zo lekker. Ja? Ik ga het afnemen. Goed zo. Wat vind je ervan? Lekker. Lekker? Lekker rijst met bruine bonensoep. Ja. Heerlijk, hè? Er zit een knakworstje in. Er zit een knakworstje in, ja. Jam. Jam. Nou, eet smakelijk, ja? Jij ook. Dank je. Dit is een lief Lekker, hè, Mees? Oh. Heb je bruine bonen met rijst? Oh, zal ik je helpen? Abonneren op mijn kanaal, niet vergeten, hè? Abonneer. Druk op de abonneerknop, ja? En op de like, de duimpje omhoog. En ook delen. Met iedereen die je kent, met alle lekkerbekken die je kent. Alle lekkerbekken die je kent, die vinden dit ook wel lekker, weet ik zeker.